Wim de Goede is kunstschilder en geeft les in hoe schilders vroeger te werk gingen. Als je zijn atelier in Castricum binnenstapt, weet je binnen een paar minuten alles over pigment, verfzakjes en kalkeren. Het belangrijkste voor een schilder, dat is de verf. Dat is pigment plus een bindmiddel. Pigmenten worden gemaakt uit mineralen, uit gesteentes, uit aarde, uit planten, uit dieren en uit metalen. Dit is Afghaanse lapis lazuli. Het is ongelooflijk duur, het is duurder dan goud. Stel dat ik zo'n vol potje zou hebben, dan heb je het echt over 50.000 euro. Nou, voor de schilder was wit natuurlijk een hele belangrijke kleur. Ik heb hier een stukje krijt. Voor de echte dekkende lagen werd loodwit gebruikt. Men wist ook al heel lang hoe ze dat moesten maken. Namelijk door lood te laten corroderen. Dat gebeurt met paardenpies of azijn. Je ziet hier het loodwit. Er zit een zware korst op van het witte poeder. En van het lood is al bijna niks meer over. Het is giftig, maar je moet weten hoe je ermee om moet gaan. Vernicry. Het is hetzelfde proces. Wordt gemaakt met koper. Dan krijg je een blauwgroene verf. Blauwgroen poeder, dat schraap je eraf. En ook daar maak je verf mee. Het bindmiddel, dat is lijnolie. Vlas, dat groeide vroeger overal in West-Europa, ook in Nederland. Hele belangrijke plant. Het vlas heeft bolletjes, daar zitten zaadjes in. En dat werd geplet in een molen. En daar maakt hij dan lijnolie van. Nou, nu was de verf gemaakt, was gevreven, er werden kleine hoeveelheden aangemaakt, omdat het duur was. Stel dat je wat overhield, hoe bewaarde je dat nou? Tubers bestonden niet. Nou, het is eenvoudig, een varkensblaas, ijzersterk, touwtje eromheen, op het moment dat je het nodig hebt, prik je er een gaatje in en de verf komt eruit. Het kon ook in een oester, doe de verf erin. Laagje water, het is olieverf, dat olie en water stoot elkaar af. Het wordt luchtdicht afgesloten en de volgende dag doe je het water eraf en dan kan je weer doorschilderen. Hoe werkten die schilders nou eigenlijk? Dat ben ik een beetje aan het onderzoeken. Ik heb deze tekening overgezet op dat paneeltje met kalkeertechniek. Door de achterkant van het papier in te smeren met houtskool. En vervolgens leg je het op het paneel. En je drukt hem met een scherpe pen, druk je hem door op het paneel. Maar met dit exemplaar kun je eindeloos kopiëren. En dat deed Van Ossane vast en zeker ook. Vervolgens de toonwaardes. De hele donkere toon, de hele lichte toon. Meestal het puntje van de neus en hier in de kin. De verdeling moet helemaal goed zijn. En pas op dat moment gaat de schilder doorschilderen. Nou, dit portret is één fase verder. Dat was steeds het verdubbelen van verflagen. Waarbij de donkerste partijen die zaten dikker in de verf dan de lichte laagte. Daar zat niet zo gek veel verf op. En de verflagen die ze opbouwden die waren eigenlijk zo mooi. Dat kunnen we tegenwoordig is het bijna niet meer na te bootsen. Ik heb een leuk voorbeeldje van een atelier uit de 16e eeuw. De meesterschilder. Omringd door zijn leerlingen. Deze mocht bijvoorbeeld al een portret schilderen. En uiteindelijk de meester staat hier op het grote doek te werken. En dan kan het best zijn dat deze leerling bijvoorbeeld een stukje achtergrond heeft geschilderd. Of een deel van de persoon die hier op het schilderij staat. Het was zelfs zo dat ze op bestelling allerlei schilderijtjes afleverden. Die waren dan minder van kwaliteit. Maar dat was ook het werk van de leerlingen. En daarom is het ook zo dat de schilderij van de leerling verraden de hand van de meester.